Max, het heeft even mogen duren, maar Zinho van Heusden is van AZ. Hoe blij ben je? Ja, heel tevreden. En je zegt het goed, het heeft even wat voet in aarde gehad. Maar we zijn heel blij dat het nu rond is. Kan je daar eens wat over vertellen? Waarom dat wat langer duurde dan misschien normaal? Nou, kijk, er komt natuurlijk altijd nodig papierwerk bij kijken. Het gaat in dit geval om een huurconstructie. Met uiteindelijk ook wel de voorwaarden dat we hem zouden kunnen overnemen. Dat moet op papier komen en daar ga ik je niet mee vermoeien, maar dat heeft nog wel wat werk nodig. Ja, maar ja. We kunnen hem dus overnemen als we zouden willen, begrijp ik uit je woorden. Ja, als Zinho het heel goed doet, dan zo werkt het altijd, hè. Dan hebben wij de optie om hem over te nemen. Ja. Ja. Wat voor verdediger is het? We weten natuurlijk een centrale verdediger, maar wat voor eentje is het eigenlijk? Ja, ik zou bijna zeggen dat het een Nederlands geschoolde verdediger is. Hè. Maar nou hij komt uit België, dus we zitten ook niet zo heel ver van elkaar. En in België spelen ze ook wel een soortgelijk voetbal als in Nederland. Dus hij is heel erg gewend om vanuit de opbouw het spel te verleggen. Met zijn passing, met zijn indribbelen. Maar daarnaast is het ook gewoon een goede verdediger. Hij is wendbaar, hij is snel, kan goed koppen. Dus ja, eigenlijk alle eigenschappen die je van een centrale verdediger wil zien, die beheerst hij wel. Ja, Zinho, het hoge woord is er eindelijk uit. Je tekent bij AZ. Hoe blij ben je? Ik ben super blij. Het heeft een paar weken geduurd, maar dat ik hier nu sta met mijn familie. Ik ben echt super opgelucht en ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Kan je eens vertellen hoe dat proces is gegaan? Want het heeft inderdaad even mogen duren. Maar vanaf het moment dat AZ voor het eerst bij je uitkwam, had je toen zoiets van, daar ga ik gelijk voor tekenen? Ik denk dat het contact met Max al enkele maanden geleden was. En daar sprak super veel vertrouwen van uit. En toen hebben we heel goede gesprekken gehad. En ik denk echt dat AZ de juiste ploeg is voor mij. Wordt ook gezien als een groot talent in België. Komt nu bij Inter Milaan vandaan. Ging daar natuurlijk ook al wat eerder heen. Op een jongere leeftijd. Hoe ben je bij hem uitgekomen? Ik ken hem inderdaad ook al van de periode dat hij vanuit België op jonge leeftijd naar Italië vertrok. Kennen we hem ook al vanuit onze scouting. Nou, op dat moment voor ons niet haalbaar, omdat hij een dusdanig niveau was dat dit soort clubs zich al voor hem gingen melden. We weten ook, en dat is ook geen geheim, dat Zinho wat ongeluk heeft gehad met een aantal blessures. Dat heeft hem wat teruggeworpen in zijn ontwikkeling, denk ik. Inmiddels is hij wel weer op de weg terug. Hij heeft vorig jaar een aantal wedstrijden bij Genoa gespeeld. Heeft daarna nog één operatie ondergaan, maar zit nu heel dicht aan tegen het weer terugkeren op het veld en wedstrijdminuten maken. Ja. Nou, en dat kon hij bij ons gaan doen. Dat wilde hij heel graag bij ons doen. Dat is ook niet onbelangrijk om te vermelden. Dat Zinho zelf ook heel graag de stap naar AZ wilde maken. Dus we kijken ernaar uit dat hij inderdaad straks weer fit genoeg is om bij ons aan te sluiten bij de A-selectie. Wat is je grote ambitie bij deze club? Ik denk dat wij voor de supporters willen spelen. We willen de supporters blij maken. En ik denk dat we een heel mooie ploeg hebben. En ik denk dat we gaan gewoon voor een heel goed seizoen gaan. We hebben natuurlijk hier Jordi Klaassen en Bruno Martens in die rondlopen. Die waren even uit beeld bij het nationale elftal. Die zijn weer teruggekomen. Voor jou geldt misschien natuurlijk even hetzelfde. Hè? Dat je er even uit bent geweest. Wat ongeluk gehad met blessures. Is dat iets wat je hier ook wil nastreven? Ja, dat is wel echt een doel voor mij. Want voor de Rode Duivel spelen is echt... Het is altijd mijn droom geweest. Ik heb dat één keer gedaan. En ik wil dat zo snel mogelijk terug doen. Maar mijn volledige focus 100% ligt nu op AZ. En op de kans die ze mij gegeven hebben. En daar ga ik nu voor. Nou wilde ik nog even een vraag stellen. Want je hebt wel een bijzondere voornaam. Zinho. Zinho. Dat is geen Belgische naam. Kan je eens vertellen waar die vandaan komt? Nee, het is een Braziliaanse naam. Maar ik ben volledig Belg. Maar mijn papa was altijd fan van een Braziliaan genaamd Zinho. En daarom heeft hij mij zo genoemd. Toen dacht hij, laat ik mijn zoon naar Zinho vernoemen. Ja, en dat was ook een voetballer. En dus die wist al dat ik voetballer ging worden.